Hallo Schutter, leuk jullie kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 30 juli tot en met zondag 5 augustus. En als je de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor de boogschutter in het al heeft, dat is dus voor week nummer 31. Dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De 7 van bekers. De kluizenaar. En de 8 van munten. Het is een week waar je in eerste instantie eigenlijk begint met dat er best wel een hoop plannen zijn. En dat je die ook heel graag ten uitvoer wilt gaan brengen. En, maar omdat het zoveel is, ja, wordt het je ook gewoon even te veel. En juist omdat je even terugtrekt en je plannen wat kleiner gaat maken. Hè, misschien ga je het uitschrijven. Je gaat in ieder geval kleinere behapbare stukjes maken. Zul je gaan merken dat je daar juist je energie van gaat krijgen. Omdat je het in eerste instantie allemaal wat te groot hebt gevonden. En niet wist waar je moest beginnen. Is het juist als je die stukjes even die tijd voor jezelf hebt genomen. Om dit stukjes kleiner te maken. Dan worden je plannen veel haalbaarder. En zul je zien dat je er heel erg enthousiast van wordt. En dat je lekker actief erin gaat bezig zijn. En je zult al heel snel je resultaten gaan zien. Dus dat is op zich ook wel weer heel erg fijn als je die plannen hebt gemaakt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je een super fijne week en hopelijk tot de volgende keer. Bye bye!